en welkom bij Katholiek Nederland TV. De voorbereidingen voor de Passiespelen in Tegelen zijn in volle gang. Je speelt Jezus, maar ik voel wel de pijn die hij heeft gehad. Dat voel ik wel. Dat is wat bij mij naar boven komt. De tranen schieten al bijna in mijn ogen. Eens in de 5 jaar verandert het Limburgse Tegelen in het Heilig Land. Want dan wordt in het Openluchttheater het lijdensverhaal van Jezus verbeeld. Vanaf 10 mei is het te zien. En wij mochten alvast bij de repetities zijn. Je speelt Jezus, maar ik voel wel de pijn die hij heeft gehad. Dat voel ik wel. Dat is wat bij mij naar boven komt. De tranen schieten al bijna in mijn ogen. En ja, de ellende. Het komt gelijk in hem. Ik zit er ook gelijk in. Ik heb geen minuut nodig. Ik zit, boem, en ik zit erin. En er is dan niemand die je helpt. Niemand die je pijn verzacht op dat moment. Je ziet ze allemaal. Ja, en dat voel ik dan ook op dat moment. Van, oh, kom, help me toch. Hey. De Tegelse Passiespelen bestaan al sinds 1931. En het eeuwenoude verhaal over de laatste week van Jezus wordt elke 5 jaar door honderden vrijwilligers met veel passie vertolkt. Duizenden bezoekers komen kijken naar een nog steeds actueel verhaal. Dit verhaal kun je, nou, over nog 100 jaar later kun je nog blijven spelen. Want we leven, de wereld zal niet vandaag op morgen veranderen. En het begint bij ons. En wij kunnen dat generaties meegeven van heb elkaar lief. Dus het verhaal is nu, morgen, volgend jaar. Over eeuwen blijft het altijd actueel. En of je dat nou vanuit religieuze hoek aanvliegt of als atheïst, dat maakt niet uit. Het is een geweldig verhaal. Je hoeft niet 100% gelovig te zijn. Je mag vrij zijn wie je wil. Maar hier is voor iedereen plaats. Dat zien we in onze groep. Zien we dat. Hier is voor iedereen plaats. We zijn met 400 verschillende mensen. We hebben een Jezus die moslim is. Daar zijn we ontzettend trots op. Abby, voor mij hoef je niet de hele route over de brug te lopen. Dat is geweldig. En die kroon misschien met een paar prikkers vast. Ja, ik kreeg een keer in mijn oog, man. Voor mij is dit in eerste instantie gewoon een rol die ik heel graag wil vertolken. En die ik ook met 100% speel en vol passie. Maar het is niet dat ik hiermee bezig ben van, nou ja, ik ben islamitisch of het is geloof. Het was glashelder toen hij auditie deed. Ik werd er even stil van. Reen om het onrecht van de macht. Duivel op! Is dit onze... En tegelijkertijd schiet je dan allerlei gedachten te binnen. En tegelijkertijd corrigeer je jezelf dan. Je denkt van, potverdikke dozie, dit kan toch niet? Wij met vooroordelen, want daar heb je het dan over, hè? Terwijl Jezus zo'n aardig voorbeeld geeft. Nou, laten we dat voorbeeld maar eens volgen. Ik denk dat wij de figuur van Jezus, zoals die nu door Abby wordt gespeeld... Jezus zal niet fysiek niet veel verschil hebben van hem. Hij was iemand uit het Midden-Oosten. Jezus was geen Nederlander qua uitzicht of Fransman of Vlaming of Engelsman. Belangen niet. Hè. U weet toch dat ik de macht bezit om u te laten kruisigen of vrij te laten? Als u iets van macht bezit over mij, dan is u van hoge hand gegeven. Het was niet bedoeld als statement. Het ging er niet om. Maar dat het nu zo uitgepakt is, ik vind het verrukkelijk. Hosanna! Hij die als een koning komt. Hij bracht voor armen weer gerechtigheid. Dit jaar heet het passiespel Lente in Galilea. Een veelzeggende titel met een duidelijke boodschap. Ja, lente is belofte, hè? Is nieuw leven, ik zou bijna zeggen nieuwe kansen ook. Heb lief, de Heer. Ja, hoop. Maar tegelijkertijd ook, ik zou bijna zeggen, handvaten. Het is allemaal niet zo moeilijk om het samen te doen. Het is echt niet zo moeilijk. Maar af en toe moet je inderdaad je hand uitreiken of elkaar eens aankijken. Of eens gewoon gedag zeggen.
of voordat je oordeelt, is even je afvragen, heb ik iemand nou een kans gegeven of niet? Ontmoet elkaar. Dit was weer Katholiek Nederland TV van deze week. Voor meer informatie gaat u naar onze website. Tot de volgende week.